De gemeente Tilburg heeft het grondsaneringsplan van Philips goedgekeurd voor het ernstig vervuilde VOD-terrein. De vervuiling blijft in de grond zitten, maar er zullen maatregelen worden getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. De SP vindt dat de gemeente veel te soft is voor Philips. In de 6 kuub grond zitten onder meer oplossingsmiddelen. De SP wil dan ook weten wat de gevolgen zijn van het saneringsplan voor de drinkwaterkwaliteit en de volksgezondheid.